is de laatste uitzending voor de finale. En jongens, ik wil eigenlijk weten van jullie hoe het de afgelopen week is geweest en hoe het met jullie gaat. Wat was nou het leukste dat je hebt meegemaakt de afgelopen week? Oeh, wat is het leukste? Nou ja, gewoon dat ik daar stond met mijn moeder. Nou, ik vond sowieso gewoon alle weekopdrachten met iedereen super gezellig. Gewoon de groep samen is echt top gewoon. Het voelt als een soort van familieachtig iets eigenlijk. Het ziet er op tv altijd heel erg gezellig uit. En nu zie ik ook dat het heel gezellig is. Maar achter de schermen broeit daar nog iets. En misschien kleine oneenigheden. Nee, nu gaan jullie allemaal zeggen dat hij elkaar haat. Ik geloof het niet. Kom maar. Nicola praat echt veel. Ja. Hij moet gewoon aan één stuk door. Je kan 's nachts niet slapen. Het is echt verschrikkelijk. Gewoon continu. Hé, de meest verlegen jongen van het stel. Ja, volgens mij wel, ja. Nee, dat is de grap die hier ontstaan is. Dat ik het meest praat. Zit hij weer te praten? Hoe gaat het op social media? Gaat het een beetje lekker? Is het een beetje ontploft? Ja, op Twitter was het crazy. Waren mensen die gewoon zeiden van ja... Er was één iemand bijvoorbeeld die zei, als ik de uitvaart van mijn moeder over mocht doen, had ik dit liedje gekozen. Ja, dan Jezus. Ja, dat was zeker een compliment. Het was echt wel heel vette reacties allemaal. Ik krijg een heleboel positieve reacties, maar ook wat negatieve. Ik heb me echt kapot gelachen om sommige dingen. Vertel. Iemand noemde mij droeftoeter. Dat vind ik mazen. Dan ga ik echt checken van ja, mooi. Creatief. Ik heb zelf ook mijn mening over alles, weet je wel. En dat is de reden waarom dat wij spreken hebben gemaakt. Iedereen mag gewoon lekker zeggen wat ze willen. En dat moet je gewoon maar gewoon laten, weet je wel. Hé, maar vind je het leuk, die aandacht? Die aandacht? Ja. Sowieso. Ja, echt. Ik vind het wel heel erg lekker, ja. Ik ben wel een paar keer erkend, maar niet heel heavy of zo. Niet zoals hij, maar hij is die mooi boy. Nee, ja, ik word ook wel veel... Vooral als ik mijn hoed draag, dan is het echt gewoon telkens... Dat ze er zitten kijken, dan kijk ik ze aan en... Ik was aan het uitgaan in Rotterdam. En eens komt er echt gewoon mega zatte kerel in me. Hey, bent die van de Justin Singer Songwriter? Gaat hem niet winnen hoor! Zo, oké! Echt waar? Tom. Ik zie dat jullie het allemaal ontzettend goed met elkaar kunnen vinden. Straks, als het programma is afgelopen, kan ik wat duetten verwachten of zo? Is er al misschien iets dat een beetje broeit? Nou, wij krijgen wel de studio in voor Lighthouse. Ja, sowieso. Kun je misschien een voorproefje geven? Light your candles, burn your lanterns, build a lighthouse, honey. Denken jullie dat jullie elkaar nog gaan zien na dit programma of is de liefde dan over? Ja, ik heb al gezegd dat we een kabouter buttplug feestje geven in Rotterdam. Wat is een kabouter buttplug feest? Als je mijn buttplug geeft. Dat is een feest in de buurt bij het lelijkste standbeeld van Nederland. Ja, ik woon naast kabouter buttplug in Rotterdam. En ook al vindt het zo lelijk, die kan het echt helemaal niet aan. Ik wens jullie heel veel succes tijdens die finale. En succes ook daarna. Dankjewel. Toi, toi, toi. Oh. Hey! Brammetje. Kom. Bram denkt, het is afgelopen, ik kan weer chillen. Ja.